Oh, en de baby krijgt ook een stoel. Is Alexander ook zijn stoel? Goedemorgen, het is maandag en alweer de vierde week van de vakantie. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Zij vroeg wakker, we gaan zo naar de bioscoop. Ik moet er nog steeds aan wennen om 's ochtends naar de bioscoop. Ja, we gaan naar de Dora filmen. En we zijn ook aangekleed. Zij heeft een shirtje aan van de H&M, een rokje van de Cool Cat en sandaaltjes van de Zara. Die had eigenlijk andere schoentjes aan, maar die zijn te klein, want ze is uit al de schoenen aan het groeien. Ik heb een shirtje aan van Sandro en deze hele flared high-waist jeans van Wrangler en mijn geelkspumps, die je zo niet goed ziet. Maar ik moet de deur uit, dus ik heb geen tijd. Wauw, hoe veel te snel jij? 5, 4, toch? Nee, 5, 6, 7, 8. Mag jij ergens in het midden? Gaan oom en ik naast jou. Hier gaat mama, hier gaat oom. Oh, daar gaat oom. Oom mag in 8. Oké. Oh, en de baby krijgt ook een stoel. Heeft Alexander ook zijn stoel? We zijn thuis en het was echt wel een hele leuke film. Vond jij hem ook leuk? Het was wel eng. Nee, spannend vond je net. Ja, maar uiteindelijk was het leuk. Ja, het was heerlijk. En daarvoor was het leuk. Ja, als je het echt eng had gevonden, dan doe je wel anders. Maar ik vond je was heel vaak te klappen. Het was zo grappig elke keer als ze dan iets goed ging, dan zat zij helemaal te klappen. Het was zo schattig. En nu regent het buiten en het is rot weer, dus we gaan even lekker niks doen. Lekker tv kijken. Ja, jij mag even tv kijken en ik moet zo gaan koken. Waar ik echt geen zin in heb. Ik heb echt gewoon zo'n, ik heb geen zin in dag. Zo leuk, ze heeft net heel de camera opgeruimd, dus ik ben net gaan kijken, maar ik had de camera niet bij me. Echt zo netjes zoals ze dat nu gaat doen en ook de laadjes helemaal uitgezocht. Ik vind dat echt heel leuk. Wordt ze zo groot opeens. Oh, bam. Dat was echt heel handig wat ik deed. Ik ga lekker lasagne maken. Klaar. En ik maak altijd twee bakken. Deze is zonder kaas en die is met kaas. Want Sarah wilde vandaag zonder kaas en de andere keer eet ze met kaas. Ik eet natuurlijk altijd zonder kaas, want ik lust echt geen kaas. Is het lekker? Ja. Is het nog een beetje heet? Ja. En we gaan ondertussen wat kijken? Nee. En we hebben dus de tweede, dat is deze. En dit is die ervoor. En dat is natuurlijk het leukste. Kijk, hij beweegt, kijk dan. Hij beweegt ook. Hij loopt. Super cool. Ik heb een nieuwe mand. Hij beweegt. Echt. Oh my god. Goedemorgen. Eigenlijk is het goede avond, maar gisteren was het leuk. Sarah die had... De salademanden gefilmd met Marco. En toen mijn camera heel netjes weggelegd. Maar ik wist dus niet waar. En daar kwam ik achter toen ze lag te slapen. Dus ik heb gisteren niet meer gevlogd. De vlog niet meer afgesloten. Want ik wist niet waar die was. Nu dus wel, want ze is wakker. En ze kon hem zo pakken. En hij had hem ook echt keurig weggelegd. Dus, maar ja. So be it. Dus bij deze
Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het toch wel een beetje een leuke vlog was.